En het tweede thema is ook voor Margriet. Margriet, hier komt jouw thema. Dat is Tante Sidonia. Het woordje dat je niet mag gebruiken is en. En de 60 seconden gaan nu in. Dat is moeilijk. Tja, ik vind het heel bizar dat het Tante Sidonia is, want wij zeiden altijd Tante Sidonie. Is dat Sidonia geworden dan? Ja, ik moet er natuurlijk wel over praten. Is dat de juiste naam? Tante Sidonia. Moet ik haar voorstellen dat zij de tante is van Suskin en Wiske? Die Tante Sidonia, daar gaat het toch over? Van niemand meer. Ah, shit! Ja, Koen, druk af. Gezegd, ja. En ze had ook nog en gezegd, maar dat had niemand gehoord. Ja, dat klopt. In elk geval, het woord gaat naar Koen, Tante Sidonia. Het heeft dus geen enkel belang of het over de Tante Sidonia gaat uit Susken en Wiske. Ik heb toch niet gezegd? Uit Susken en Wiske. Ja, Gertie. En ja, tuurlijk, je zegt Susken en Wiske. Ja, Susken en Wiske. Ah, Susken en Wiske. Ah, la 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 la. Susken en Wiske. Ja, Susken Wiske. Susken Wiske. In elk geval, er blijven 35 seconden over. Susken Wiske. Susken Wiske. Ja, dan heb ik toch... Ik heb toch duidelijk een N gehoord. Hij zegt dus dingen die jij zelf ook niet helemaal weet. Maar het woord gaat in elk geval naar Gertie. Nu, dat gebeurt vaker waarschijnlijk. Het is inderdaad de tante van Suske plus Wiske. Maar weet je wat ik nooit begrepen heb? Hoe dat nu in elkaar zit tussen Tante Sidonia en Lambik? Wel, misschien weet Margriet hoe dat in elkaar zit. Daar zat ik eigenlijk een beetje op te wachten. Weet jij hoe het in elkaar zit? Jij weet dus hoe het in elkaar zit? Met helemaal niet. Nee. Het is en nu. Ja, dat weet ik. Daar heb ik voor gedrukt. Ja. Ik mag geen en zeggen. De tijd loopt nu. Ja, meneer, we zijn nu beginnen, of wat? Ja. We zijn bezig. Een van de strips waar ik ontzettend veel van hield en nog hou, is Suske plus Wiske. En dan... Ik vond dat bij mezelf, want ik wilde al drukken voor mezelf. Koen Krugge krijgt het woord op 14 seconden van de tijd. Een moeilijke bevalling, dames en heren. Allee. Ja. Ga je gang, Koen. Tante Sidonia, die waar ik het over heb, komt niet uit Suske en je weet wel... Dat is heel slim te zijn. En zo komt Gertie aan het woord op 8 seconden van het einde. Gertie, dit moet lukken. En probeer ons eens uiteen te zetten hoe dat zit met die lambiek. Ik heb er bijvoorbeeld zelf geen idee van hoe dat nu in elkaar zit tussen die twee. Wat ik ook nooit begrepen heb, is hoe het in elkaar zit tussen Tante Sidonia plus Ronneke. En dat levert Gertie 1000 punten op. Ze moet die boekjes dan een keer lezen. Dat gaat ze zware bevalling.